Hoe zou het zijn als je in elk moment van het leven stil was en leefde op de vraag, wat wil het leven dat ik nu doe? In plaats van, wat wil ik doen? Het is altijd jij, hè? Wat ik wil, wat ik niet wil, wat ik leuk, lekker, fijn en plezierig vind. Egoïst die je er bent. Wanneer je erachter komt dat er twee soorten levens zijn. Het ene is een kutleven en het andere is een echt leven. Dan ga je vanzelf in het leven willen staan, niet handelend vanuit je ego, maar in de flow van waar het leven je wilt brengen. Eigenlijk is het ego lachwekkend, toch? Biljoenen, minuscule mensen die helemaal denken dat zij het centrum van het bestaan zijn. Ja, kun je jezelf dan nog serieus nemen? In deze video meer over leven zonder de verhaaltjes van het ego. Kareltje. Hey, Barry. Dit wordt hem, denk ik. Zo, nieuwe auto aan het uitzoeken, Barry. Ja, man. Als ik succesvol ben. Cool, man. Wat is het? Een Bentley Flying Spur All Black Edition. God, non nu, Barry. Maak je een geintje of zo? Dat is een auto van 4 ton. Ja, zoiets. Heeft er iemand een dikke slag gemaakt of wat? Wat een baas. Kijk, daar hou ik van. Wat was het? Coke? Ecstasy? Horloges? Nee, geen van die. Hey, wacht even. Toch geen vrouwenhandel? Of kinderhandel of zo? Ik hou niet van die handeltjes, Barry. Ik hoop niet dat je daarin bent gegaan, Barry. Want anders is het de laatste keer dat we elkaar zien, snap je? Nee, het is allemaal niet zo... Ja, zo... Zo wat? Zo groot. Nou, als je daar 400 rug gaat aftikken voor die wagen, mag ik hopen dat je die schoots achter hebt staan. Ik ga deze auto manifesteren. Wat? Manifesteren. The law of attraction. The law of... Hey, wacht even, Barry. Was je daar vorig jaar ook niet mee bezig? Ja. Ik ben er al 5 jaar mee bezig. Maar wat heb je dan tot nu toe gemanifesteerd? Barry, weet je wat jouw probleem is? Nou, jij leeft te veel in de wereld van je eigen verhaaltjes. En dat hele manifesteren gedoe is ook gewoon onderdeel geworden van jouw verhaaltje. Misschien moet je eens stoppen met plaatjes kijken van auto's die je niet kan betalen en gewoon je hart volgen. En doen wat goed voelt in het leven van een betekenisvol en voldaan leven. Hè? Wat? Ja, wat je daar zegt, dat was zo... Vanuit je hart. Ik ben niet gewend van je. Klopt, Barry. Ik leef tegenwoordig vanuit mijn hart. Ik merk dat mijn vitaal een stuk beter gaat nadat ik een zuivere intentie heb gezet vanuit mijn hart. Dat ik voor iedereen een pijnvrij en negatief gedachtenvrij leven wens. Dat is wat ze manifesteren. En dat levert je veel meer geld op, snap je? Hey mensen, mijn naam is Mikerangi en welkom op het kanaal waar alles draait om te worden van de beste versie van jezelf. Ik post hier dagelijks content over down to earth, spiritualiteit. En als je me hier zou willen supporten, zou het me enorm helpen als je even op de like knop klikt hier onder de video. Door hem te delen met anderen. En als je geen van mijn nieuwe video's wilt missen, klik dan op de rode abonneren knop en op het notificatiebelletje. Ik startte aan mijn grote reis terug naar de bron. Waar ik steeds meer achter kom dat naarmate ik dichterbij lijk te komen, ik erachter kom dat het alleen maar verder lijkt te worden. Ken je dat effect als je een spiegel tegenover een andere spiegel plaatst? Nou, dan heb je een idee hoe diep dat konijnenhol gaat. Was ik helemaal verliefd geraakt op manifesteren. Want als jongen die opgroeide en geloofde dat hij niets echt kon van waarde en ook niets kon worden van wat een waanzinnig leven zou geven, deze geheimen van het universum ontdekken, want dat zijn het, transporteerde me in een totaal andere tijdslijn waar alles mogelijk was. En dat 180 graden omdraaien van mijn leven was een wilde rit. Tijdslijnen shiften was toen echt net Star Trek, warp speed. Maar ik herinner me nog dat ik startte met ik wil dit, ik wil dat, ik wil graag zo'n merk auto met die kleur, ik wil graag die hoeveelheid geld, ik wil graag dit werk om te doen.
En ik wil graag deze soort ervaringen in mijn dagelijkse leven. En begrijp me niet verkeerd, voordat ik verder ga. Want het is prima om dingen te willen. En je mag ook alles willen. In die essentie verandert er niets in manifesteren. Je speelt gewoon het spel en doet alsof je het controleert. Maar in essentie weet je dat de code waarmee jij gebouwd bent al ingeprogrammeerd is. Als je in je hart voelt dat het van jou is, dan is het van jou. Maar naarmate mijn spirituele reis verder ging, ging ik er steeds meer achter komen dat ik niet alles hoefde te willen. Dat ik niet mijn best hoefde te doen om te kiezen welk lettertype naam ik geprint wil hebben op mijn privéjet. Waarom niet toch? Misschien plak ik er ook wel een grote foto van mijn hoofd op. Ik kwam erachter dat alles op een bepaald level al voorbepaald was. En dat als ik in een bepaalde kwaliteit van energie, een bepaalde frequentie zit, ik op een vastgestelde route door het leven ga. En op een ander level heb je de vrije keuze. Absoluut. Maar die keuze is gewoon je energie shiften naar een andere vibe. Door anders te denken, je anders te voelen en anders te handelen. En je zit op een andere tijdslijn. Maar ook daar is de route al bepaald. Omdat alles al bepaald is. Er is niet zoiets als begin, einde of tijd en ruimte. Alles gebeurt tegelijkertijd in één container dat God is. En wat die container is en of er buiten die container een oneindigheid aan andere containers bestaat. Mijn psyche gaat stuk als ik dat probeer te begrijpen. In ieder geval, toen ik erachter kwam dat het leven gewoon gebeurde. Voor mijn ogen. En de enige invloed die ik erop had, of in ieder geval lijkt te hebben, is de frequentie die ik uitzend. Vroeg ik mezelf regelmatig af, waarom doe ik nog zo'n moeite? En daar ligt een realisatie die zo opluchtend is. Dat je niet zoveel moeite hoeft te doen, maar enkel in die inspiratieflow hoeft te blijven. En daar bedoel ik niet mee hard werken voor wat je wilt in het leven. Want daar kom je echt niet omheen. Hey, wat ben je aan het doen? Ik lees de quote 500 en ik eet donuts. Oh, maar wilde jij niet je dromen waarmaken en zo? Ja, maar ik hoorde op YouTube dat je dan dingen moet doen waarvan je je goed voelt. Ik hou van donuts en ik kijk graag naar rijke mensen. Maar waarom doe ik nog zo moeite om dingen te doen, om het leven te sturen, energie te steken in zaken die niet werken, die duidelijk voelbaar aan mijn energie niet werken? Waarom probeer ik de koers van mijn leven, die vooral in een hoge frequentie geschakeld staat, te sturen naar een richting waar mijn ego wil dat het heen gaat? Terwijl het duidelijk merkbaar is op een negatieve manier. Aan de synchroniciteiten, het gevoel in mijn lijf, allerlei shit die misgaat. Het leven dat duidelijk niet die richting op wilt. Omdat ik het niet snap. Niet diep genoeg snap. Wat anders. En met dat gedrag van zwemmen tegen de flow van het leven in, eigenlijk alleen maar mijn frequentie omlaag helpt. En ik in een tijdslijn kom waar er gewoon veel ellende gebeurt. En zo schakelde ik op en neer de laatste jaren en maanden in mijn leven. Totdat ik steeds meer overgaf. En in plaats van ging kijken naar wat ik wil, naar wat het leven wil van mij. En het mooie is dat het leven heel vriendelijk is, als jij vriendelijk bent. Het leven wil het beste voor jou, altijd. Alleen wat het beste voor jou is, ja, dat ligt er maar aan welke tijdslijn jij kiest om in te leren. Nou, even terugkomend op die dikke Bentley die je zo graag voor je manifestatieverjaardag wilt hebben. Als jij in een hoge frequentie zit en je reist in een tijdslijn die in lijn is met deze energie, dan zal alles jou toekomen wat van deze hoge frequentie. En dat betekent niet alleen maar fijne momenten. Wat een hoge frequentie tijdslijn betekent, ook veel groei en beter wordt. En daarvoor moet je regelmatig door de modder heen. Maar als jij weet dat als je jezelf in een hoge frequentie overgeeft aan het leven, dat jij de meeste voldoening zal ervaren, wat maakt die Bentley dan nog uit? Zoveel mensen die dachten dat het die Bentley was die ze gelukkig maakt. En vervolgens hangend aan een strop aan het plafond belanden. De externe wereld is bijzaak. Het is slechts een reflectie van je binnenste. Manifesteren doe je van binnen naar buiten toe. Niet andersom. Of die miljoenen. Of die selfies van jezelf op Bali die je kunt sturen naar je vrienden op Insta. Helemaal niets. Tenminste, als je doel is om je meest ware zelf te zijn. En niet je ego te plezieren heel je leven lang. Hey. Elke dinsdagavond om 8:30 in de avond ben ik samen met like-minded te vinden op de Soul Tribe Calls. Het online spirituele buurthuis waar we inspiratie, inzichten en wijsheid delen. Dus vind je onderwerp als deze interessant? Resoneert het met je eigen proces en wil je hierover sparren in een groep gelijkgestemden? Check dan de link die je in het scherm ziet of in de beschrijving onder deze video. Als jij door een tijdschrift bladert en
laten we ervan uitgaan dat je in een super hoge vibe zit. En jij ziet een prachtig huis waarmee je resoneert en je voelt, dit is mijn huis. Het kost 20 miljoen en ik heb nu 200 euro op mijn spaarrekening, maar ik voel het in mijn hart. Dit is wat ik wil. En voelen in je hart is lastig als die dicht zit. Dus in een beter leven bouwen is het proces van heling zo belangrijk. Dan ligt dat huis op jouw tijdslijn. Op dat moment. In die frequentie waar je in zit. Of je in die frequentie blijft zitten, dat is aan jou. In hoe goed je dit spel van de realiteit kunt spelen. Maar stel, je zit door datzelfde tijdschrift te bladeren in een lage vibe. Je ziet dat huis. En je hebt net een Law of Attraction boek uit. Je besluit, dit is het huis wat ik ga manifesteren. Ik ga dat manifesteren. Ik, de kleine ik, wil dit huis. Want het gaat me gelukkig maken. Denk ik. Ik weet het niet zeker, omdat mijn hart een beetje dicht zit door deze lage vibe. Al die onverwerkte zaken die mijn chakras blokkeren. Maar goed, je denkt dat het huis je gelukkig gaat maken. En je zet hem op je vision board. Zonder van inkt. Ja, meer kan ik niet zeggen. Je kunt beter een paar affirmaties uitprinten. Ik ben wanhopig. Grote kans dat het bij een plaatje blijft. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat jij niets te willen hebt. De kleine jij. De kleine ego zelf in je heeft het minst te zeggen over het leven. Omdat het minst met het leven in verbinding staat. Het leven. God. Het universum. En hoe meer je de ego zelf oplost door minder te gaan leven in de wereld van je verhaaltjes en meer te gaan leven in het nu, hoe meer je gaat ontdekken wat je echt wilt. Je hogere zelf. En naarmate je de oude lading van het ego, dat je niet meer dient, gaat loslaten en jij je frequentie verhoogt, ga je er steeds meer achter komen wat je echt wilt. Het is dus een kwestie van elkaar vinden. Het is een samensmelten en in resonantie komen. Jullie vinden elkaar. Jij vindt jezelf met hoofdletter Z. Het is allemaal één, weet je wel? Ik praat heel interessant nu. Oké, laten we doorgaan. En als dat dit huis is, zal dat resoneren met je van binnen. En als dat reizen in de trein is, gaat dat resoneren. Maar hoe dan ook, wat jij echt wilt, het hoogkwaliteit leven waar je naar op zoek bent, dat gaat bekend worden. En het mooie hiervan is dat jij het niet hoeft te vinden. Het zal jou vinden. Jij mag kiezen. Ook al is het een illusie. Het hoort in het proces van dit spel wat we spelen. En dan is het allemaal niet zo serieus meer. Dan doe je gewoon wat je ook deed toen je kind was. Spelen. Maar dan met grote mensen speelgoed. Ik heb ook allerlei dingen op mijn vision board staan. Die ik uitgekozen heb. Maar bij het kiezen voel ik ergens dat ik het niet uitkies. Het zijn gewoon dingen in de externe wereld die met me resoneren op dat moment. En die resonantie betekent dat het voor mij is. Ah, wat ik hier zie, dit leven waar ik mijn kinderen zie spelen op een gigantisch stuk land, wat mijn boerderij is met dit type huis en dit type auto op de oprit, dat voel ik in mijn hart. Omdat het onderdeel is van deze tijdslijn waar ik nu in zit. Het lijkt me gewoon het mooiste wat er is. Wakker worden, de deuren openzetten. En niet die gare debielen van mijn buren als eerste zien. Ik hoop niet dat ze zitten kijken. Kleine kans, maar als het wel zo is. Ik bedoel niet jullie, hè, maar die naast jullie. Door plaatjes uit te zoeken voor mijn vision board, kijk ik gewoon in de toekomst. Omdat ik in die frequentie zit. Het realiseren hiervan, of het in werkelijkheid brengen in het nu, is gewoon een kwestie van op deze tijdslijn blijven. En ervoor zorgen dat ik niet terugval in een lage vibe. En daar gaat het vaak mis. Eigenlijk altijd mis. Want om mooie dingen te realiseren, ga je veel getest worden. En het eerste wat negatief reageert op testen, als in moeilijkheden, uitdagingen, eigenlijk het enige wat reageert, is je ego. Want die wilt altijd dat het gaat zoals ik verwacht. Wat een egoïst is het toch? Hé, ik werk al zo lang hiervoor, wanneer zie ik de resultaten? Hé, hier heb ik niet om gevraagd. Hé, ik wil deze richting op. Daar ligt wat ik wil, niet daar. En dan val je terug in een tijdslijn van een lagere frequentie. En daar gaat je huis. Daar gaat je droomgezinnetje. Daar gaat je droomleven. En ook daar weer. Zelfsabotage. De aard van dit ego-beestje. Dus de moraal van dit verhaal. En dit is eigenlijk ook een video van mezelf. Want eigenlijk zijn alle video's ook een boodschap voor mezelf. Is, kun jij leven van moment tot moment basis in een toestand van, wat wil het leven van mij? In plaats van, wat wil ik van het leven? Het leven draait namelijk niet om jou. En tegelijkertijd draait alles om jou.
Alleen zit er een verschil in die twee jou's. Zoveel paradox in de realiteit. Het is alsof je een soort multidimensionaal pingpong speelt. Het diepere deel in jezelf is verbonden met het alles. En hoe meer je met dat deel verbindt, hoe meer je in de beste tijdslijn of het beste leven met de beste resultaten intapt. Maar enkel verbinden is niet genoeg. Je moet verbonden blijven. Dus in elk moment, wat eigenlijk maar één moment is. En zeker in de momenten wanneer je ego het stuur wilt overnemen. Je wilt daar kunnen zeggen, nee, ik laat dit los. En ik rust in het moment. En ik ga daar in dat moment voelen. Wat wilt het leven van mij? Nu. En daar zul je erachter komen dat het leven heel anders werkt dan dat je ego werkt. Dansen tussen chaos en orde. In golven. Soms in complete rust, afsterven en stilte. Soms in heftigheid, keihard actie en gedreven. Het leven is irrationeel voor je ego. En je ego heeft daar gelijk in. En dit is geavanceerd werk. Want luisteren naar je intuïtie is al heel specialistisch werk. Laat staan de hele dag door. Maar als jij deze video kijkt, dan kun jij dat. Anders keek je al lang niet meer. En voor de enkeling, wat gewoon een opgeblazen spiritueel ego heeft en sowieso het leven totaal niet begrijpt en alleen maar leeft naar de verhaaltjes die het heeft, ja, die verwaarlozen we wel gewoon. Die heeft andere taken op aarde, zoals op de paranormale beurs staan en onzin verkopen aan veel te goedgelovige hoopjes mens. Jij kan in elk moment vertrouwen dat het leven veel beter weet dan de kleine jij waar je naartoe moet gaan voor een voldaan leven. En het enige wat jij hoeft te doen is jezelf verlichten, zodat je beter kan luisteren naar dat intuïtie. Die rugzak leeg. Stoppen met luisteren en gevangen worden door de verhaaltjes in je hoofd. En dit is leven zonder de verhaaltjes van het ego. Leven zonder limiterende overtuigingen die je beperken. En dat wil ik even delen. Het verhaal is op. Als je tot hier in de video bent gekomen, laat me weten door één inzicht te delen die je hebt gehaald uit het kijken van deze video. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. Abonneer je door op de rode abonneerknop te drukken en op het notificatiebelletje zodat je niets nieuws mist. En deel deze video met anderen waarvan je denkt dat zij waarde uit gaan halen. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.